Tuin Wetering, dat is de locatie, de thuisbasis van Noordwijk, waar Noordwijk vandaag ADO 20 ontvangt. ADO 20 is hartstikke tevreden over dit seizoen. En dat kan ook niet anders. Het won 5 keer meer dan de tegenstander. Maar het heeft zich veilig gespeeld. En dat is helemaal niet slecht natuurlijk voor een promovendus. 12e met 37 punten. Noordwijk is 14e met 31 punten. Eigenlijk nog wat in de gevarenzone. Zorgt ervoor dat men bij Noordwijk toch nog wat nerveuzig is. Hier is Lars Jansen. Nee, hier is Lars Jansen niet. Na 13 minuten is daar Brenna. Goeie goal van hem. En ADO 20, dat dus lekker vrij kan voetballen, staat op voorsprong tegen Noordwijk. Er moeten gekke dingen gebeuren, wil Noordwijk nog echt in de problemen komen. Ja, de ploeg heeft dit wel vaker over zichzelf afgeroepen. Staat maar in één ranglijst bovenaan en dat is de ranglijst van de gelijke spelen. Hier een kans voor Van Oosten, de redding is goed van Mike Grim. 1-1 werd het eerder dit seizoen. Precies natuurlijk wat prima is voor Noordwijk. Is niet mee in te halen, hè, met al die gelijke spelen. 13 keer. Scheveningen is de nummer 2 met 10. Maar ja, Noordwijk wil zo aan het einde van de rit nog wel eens winnen. Deze, Renet komt hoog. Komt ook wel. Maar naast de goal van Grim. Kansen heeft Noordwijk eigenlijk het hele seizoen wel gehad. Het is vaak wat lastiger geweest om ze te benutten. Weer een blok als de aanvoerder hier. Emiel Wendt probeert binnen te schieten. En zo overleeft ADO 20 en staat er dus al die tijd al op voorsprong. Hier zit wat druk op en die druk is er nu af. Ja, want hier is Sander Bosma. Doet hij ook pas voor de tweede keer dit seizoen, maar wel lekker om dit te doen. Kijk, zo'n lekkere volley. Grim heeft geen schijn van kans. Minuut 44, mooi moment heet dat dan ook. En het is 1-1. Ga richting de rust. Nog één momentje. Ja, en dat moet je dus niet op deze manier doen. Daar is George en daar alle geluk van de wereld. Het aluminium als Lars Jansen al geklopt is. Dylan George had daar opslag van rust. De 2-1 op de voet. Het harde werken van Wendt en de overtreding. Ja, die is er. Kun je niet ontkennen. En dus is hier de voorsprong. Nee, die is er niet. De Vree stuit op Grim. Hoe is het mogelijk? Noordwijk krijgt hier echt een dot van een mogelijkheid om op voorsprong te komen. Na die overtreding op de Vree. En dan neemt de Vree hem zelf. En faalt hij dus op Grim. Goed overgenomen dit hoor, door Remnet. Ook even lekker voor wisselen van kant. En ruimte creëren. Vlammend schot, goed schot. Sam van Oosten. Hoekschop voor Noordwijk. Grim gaat daar komen, zit daar mis. Acrobatisch gezien, prima binnengeschoten. En Noordwijk kan daar wel mee leven, deze goal. Oscar Wilfert, goed gedaan door de linksback van Noordwijk. De vreugde is groot, want na iets meer dan een uur een voorsprong. Niet meer weggeven, zou je zeggen. Dylan George. Nu gaat de ADO 20 het proberen. Hier is de mogelijkheid helder. Nee, Jansen. Prima redding van dichtbij hier. Mogelijkheid voor de spits van ADO 20 uit Heemskerk. Maar Lars Jansen bezig aan zijn laatste wedstrijden voor zijn vertrek naar Quick Boys. Met een prima redding. Maar Noordwijk, gek genoeg, toch weer. In de verdrukking. Hier is Plopper. Hier is nog een antwoord op. En hier niet meer. Hier niet meer. Het is weer. Brenna die scoort. Alleen de bal wordt zodanig getoucheerd door Rietveld dat deze de goal op zijn naam krijgt. Maar teleurstellend is het wel voor Noordwijk. Voorsprong uit handen gegeven op eigen veld. En ook nog eens een penalty gemist. Dan zou het zo middag kunnen zijn dat je aan het einde van de rit met lege handen staat. Daar is Klopper wel voor te porren. Hier in een combinatie. Hier is het schot. Nee, dat komt er niet. Nou ja, dit schot dan maar. Boerlage gaat over de goal heen. Het is het laatste wat we meemaken. 14e gelijkspel voor Noordwijk. Slechts een puntje
in een thuiswedstrijd tegen ADO 20. Het eindigt in 2-2.